Jullie kijken naar de opening op release day van de gloednieuwe Crown Zenith set. Wat eigenlijk een soort afscheid is van de Sword and Shield era. Eigenlijk de laatste set met nog de gele borders en echt een tal aan art gallery en rares en prachtige kaarten. Jullie zien het al, hij is al open. Dat heb ik gedaan voor de video. En ik wil jullie gewoon even laten zien wat er allemaal in zit. En mochten jullie dit nou leuk vinden, laat het dan even weten. Dan gaan we misschien vaker samen boxen openen. Ik heb ooit al eens een box geopend samen met Peter, dat weten jullie misschien nog wel. Maar in ieder geval de eerste unboxing in een lange tijd van Pokémon. Ja, dankjewel Kevin voor deze introductie en leuk dat jullie dus kijken naar deze video. Laat even een like achter en abonneer natuurlijk even op het kanaal als je meer van dit soort content wil zien. We openen vandaag dus de Crown Zenith set. Het is vandaag de release day van deze set en het is dus, zoals ik al zei, de allerlaatste set van de Sword and Shield era. Ik neem jullie gewoon heel even mee door de box, zodat jullie kunnen zien wat erin zit. Er zit uiteraard een player guide in, daarin zie je alle kaarten die erin zitten en wat extra informatie. En als je dus de soort van divider eruit haalt, dan zitten er een soort van mini dividers nog in. Dat zijn deze, die je kunt gebruiken om je kaarten te sorteren. De standaard dobbelstenen en alles voor de online game. En deze promokaart van Lucario, die wat mij betreft eigenlijk al een must-have is van deze set. En die zit dus in iedere pack. Die dobbelstenen zijn dus voor de online, zijn voor het kaartspel. Maar je kan het ook online spelen. Daar was deze codecard voor die je in beeld zag. En natuurlijk de sleeves van Crown Zenith met die mooie gouden-achtige glim. En 10 packs, want het is dus een anniversary box, een anniversary set. Als een soort afsluiting van dit tijdperk. En daarom zitten er geen 8, maar 10 packs in een Elite Trainer Box. Dus we beginnen gewoon met openen. En voorafgaand kan ik eigenlijk al zeggen dat alle video's die ik had gezien, zag ik dat de pool rates echt best wel goed waren. En dat was eigenlijk ook zo bij onze boxen. Het is gewoon een hele fijne set. Ik ga niet iedere codecard weggeven. Ik speel namelijk zelf ook de online game. Dus ik gebruik er vaak ook veel zelf, maar ik ga er een paar aan jullie geven, zoals net die eerste uit de box en uiteraard ook een paar uit de pakjes. Dus blijf daar zeker voor kijken en voor opletten. Jullie zien hier de eerste kaarten uit Crown Zenith en zometeen onze eerste hitjes, want jawel, in de eerste pack zitten er al gelijk een paar in. We zien hier Execute en we zien de Energy Switch en daar is die, onze Voltorb. Met de Galarian Gallery Art en Zamazenta, de Legendary uit Sword and Shield. Natuurlijk super vet om te hebben. Dan gaan we gewoon gelijk verder met pack nummer 2. En de prijzen die je zo meteen in beeld ziet, of eigenlijk al in beeld gezien hebt. Hier komt weer een codecard voor jullie. Als je het hebt kunnen lezen, moet je snel zijn. Die zijn gebaseerd op hoe ik het eigenlijk altijd doe. Ik kijk op eBay, ik tik de kaart in en dan kun je aanvinken sold items. Dus dan weet je ook voor wat ze daadwerkelijk verkocht zijn. Niet de vraagprijs, niet wat mensen voor hoge inzet hebben, maar echt wat mensen ervoor betaald hebben. En dat zijn de prijzen die je hier in beeld ziet. Ongeveer een gemiddelde van wat er betaald is voor die kaarten online op eBay. Marktplaats zie je ze niet altijd, dus vandaar dat ik eBay aanhoud. Zoals dus nu 1,80 en 5,55 voor deze Eevee kaart. Ik ga ervan uit dat de prijzen nog dalen. We zitten namelijk op release day in een piek. En dan mag je ervan uitgaan dat de prijzen nog iets gaan dalen. Of best wel wat gaan dalen naarmate de set een paar weken oud is. En vaak zie je natuurlijk bij Pokémon dat als je 5 jaar verder bent, 10 jaar verder, dat dingen vintage worden of dat kaarten in één keer weer een enorme waarde krijgen. Net als deze Eevee V-kaart die ik serieus super mooi vind voor een Eevee collector. Zoals bijvoorbeeld mijn vrouw Daphne, die gek is van de Eevee kaarten. We hebben hier Grubbin, we hebben Scralp uit de Scarlet en Violet games. Ken ik die, maar die is volgens mij al wel wat ouder, want het is natuurlijk Sword and Shield era. Maar ik moet zeggen dat ik de Sun and Moon niet echt gespeeld heb. En hier is die eerste Paris kaart. Ik moet zeggen dat ik in het Engels nog niet echt een gold pack gezien heb. Die je in V-Star Universe natuurlijk wel hebt. Met daarin alle kaarten van die combinatie van Paris, Pikachu, Mareep, Riolu, etc. In het Engels heb ik die nog niet gezien. Maar goed, we hebben hier de Paris, de eerste ervan. Dus dat is al heel erg vet om te hebben. We hebben Friends of Sinnoh, we hebben Gloom, we hebben
Crushing Hammer. Ik moest even goed kijken. Ik moet misschien eens even een brilletje gaan nemen. Een Switch, een Executor, de Love Disc. En ook nieuw trouwens, tenminste wat ik eerder heb gezien en nu niet, is dat alle packs voorzien zijn van een code card met een zwarte border. En natuurlijk deze prachtige energies die je normaal natuurlijk ook gewoon in de Japanse set voornamelijk zag en niet zozeer in het Engels. Maar die zwarte borders, die gaven natuurlijk normaal aan of je er een hit in had zitten. En als het dus met witte borders was, dan zat er geen hit in. Ik heb het idee dat ze nu alles zwart hebben gemaakt om te zorgen dat de magie niet weggaat, zeg maar. Dus dat je nog steeds iedere pack kunt afvragen of er iets in zit of niet. En dat het openmaken van die pakjes leuk blijft. Want het werd natuurlijk wel zo dat als je al die witte border zag, wist je eigenlijk al, oh, dit is een slechte pack. Dus dat hebben ze op zich best wel goed gedaan, vind ik. En ook in deze set trouwens, het is niet gegarandeerd dat je een holographic eruit haalt. Wel een reverse holo, of zoals je deze ziet, op die spot. En toevallig in deze pack ook een V. Maar er zitten ook gewoon packs tussen met simpelweg geen holo. Gewoon een regular rare. Dus geen gegarandeerde hits in deze set. Dan weten jullie dat. Maar dat neemt niet weg dat de pool rates alsnog echt wel insane zijn, vind ik. Je haalt nog steeds uit één ETB nog steeds, ja, toch wel 10 hitjes. 8 tot 10 mooie kaarten, vind ik. En dat is op zich voor een ETB met daarin 10 packs echt niet slecht, vind ik. Hier is die Bibarel, onze Galarian Gallery kaart en een holo trainer. Niet super bijzonder. Maar alsnog wel weer een holo hit. En een van de Galarian Gallery. Die ik persoonlijk echt heel vet vind in deze set. Super uitgebreid, super veel verschillende kaarten. En gewoon echt super mooi om te hebben, vind ik. Volgens mij was dit een slechte pack. Die moet je er natuurlijk ook tussen hebben zitten. Zoals deze Electric Sunkern. We hebben Coughing. We hebben Bidoof. En zoals jullie merken, ik heb wederom mijn commentary later opgenomen dan wanneer ik deze box opende. Waarom? Ik had twee boxen. Eentje voor mij. Oh my god. The Radiant Eternatus. Eternatus. Iedereen spreekt het anders uit. Ik zeg altijd Eternatus eigenlijk. Maar super vet om te hebben. Een legendary in shiny vorm. Sowieso eentje die mijn map, mijn boekje ingaat. Maar terugkomend op waarom ik het achteraf inspreek. Ik merk zelf dat ik dat lekkerder vind wegkijken. Het gaat wat vloeiender. En ja, ik heb deze boxen geopend samen met Daphne. En dan zitten we gewoon lekker samen in dat moment. Samen openen. Ja, zoals Pokémon kaarten openen bedoeld is. En ik dacht, ik laat het op deze manier toch aan jullie zien wat er in deze box zit. Maar ik open het gewoon lekker privé met mijn vrouw. En gewoon gezellig. En dan spreek ik het daarna wel in. Volgens mij doet het niets af aan de video. Misschien wel aan de reacties, aan de live reacties. Maar zie het meer informatief of zo, de video over. Dat je kunt checken wat erin zit en dat ik een beetje uitleg geef over wat mijn ervaringen zijn met de box. We hebben hier Yanma hebben we erin zitten. We hebben Ponyard erin zitten. We hebben Cricket Holt erin zitten. We hebben Shinx. Shinx heeft meerdere artworks trouwens in deze set zitten. En ook in deze set de kaarten met daarin op de handtekening dus van verschillende trainers, verschillende karakters uit de games. Wat ik jammer vind is dat ze niet echt een soort van handtekening hebben gedaan van de voice actors bijvoorbeeld of zo. Ik heb altijd het idee dat daardoor waarde van kaarten meer kan stijgen dan wanneer je gewoon een fictieve handtekening van een fictief karakter doet. Maar alsnog is het wel vet om dit soort kaarten te hebben. Je hebt ze trouwens in holo. Deze was reverse holo. De holo is geloof ik iets beter om qua waarde te hebben. Maar ik moet zeggen, als ik kijk naar de actuele waardes van vandaag, 20 januari, kan ik wel zeggen dat ik een soort van positief ben geëindigd qua waarde. Dus ik heb eigenlijk verdiend aan de box als ik nu alles zou verkopen. Je ziet hier alle kaarten achter elkaar, alle hitjes. En die zouden uitkomen op zo'n 50, 56 euro. Terwijl de box dus voor 50 euro wordt verkocht. Dus in principe speel je kiet een klein beetje winst. En dat is
Wat heel erg netjes is, vind ik zelf. Kevin, terug naar jou. Nogmaals bedankt voor het kijken, mensen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En willen jullie nou meer zien? Bijvoorbeeld een videootje over mijn map. Pokémon Go set. En hier ook nog wat andere rares. En Pikachu's. En ga zo maar door. Dan ga ik daar eens een andere video over maken. Een losse video. Ook met waardes en hoe ik dat allemaal bereken. Dus laat het heel even weten als jullie dat leuk vinden. Mensen, nogmaals bedankt voor het kijken. En hopelijk tot een volgende video.